Ik ben Leon Simons. Ik neem deel aan het dorpsoverleg. En het dorpsoverleg, vanuit het dorpsoverleg doe ik een aantal projecten. En een van de projecten is het Hofstedepark project. Het is, vanuit het dorpsoverleg, zal maar zeggen, neem ik dat dan op me en overleg met de gemeente en met de bewoners. Nou, we hebben een bewonersavond gehouden. En die bewonersavond die werd druk bezocht. Er zijn veel bewoners geweest die wat op een aanmerking op het Hofstedepark hadden. Vooral ook wensen. En nou ja, dat is een eerste inventarisatie die we gedaan hebben, zodat we een beetje weten wat die wensen zijn. Er zijn heel veel wensen. Het is een vrij klein park, dus het zal niet allemaal mogelijk zijn. Maar via de bewoners en bewonersavond zijn we in ieder geval aan een eerste inventarisatie van de wensen gekomen. En we gaan in gesprek met de gemeente. Maar in eerste aanleg gaan we in gesprek met de bewoners om nog eens even naar de wensen te kijken, wensen te inventariseren. Zodat we zo breed mogelijk weten wat er leeft bij de Koudekerkse bevolking. Dus mensen kunnen hun wensen nog steeds, ik zal maar zeggen, bezorgen en afgeven op mijn e-mailadres. lfrsimons@planet.nl. Nou, we gaan vanaf de zomer in die projectgroep werken. Nou, dat zal wel een paar maanden kosten. Dan moet er uiteraard een kostenplaatje aangehangen worden. Want de gemeente heeft wel toegezegd dat er geld is, dat er budget is in 2017. Maar er moet natuurlijk wel een kostenplaatje aangehangen worden. En als alles goed gaat, dan gaat het in het voorjaar van 2017 op de schop. Ik werk uitstekend met de gemeente. Ik werk heel fijn met de gebiedsregisseurs. Er zijn er twee, Marco de Goede en Helma Christ. Maar ik werk ook heel goed samen met een behoorlijk aantal ambtenaren. En ik heb daar niets als lof over. Als je bijvoorbeeld naar die plaatsje kijkt, dat heeft geen enkele functie. Het is rond en er staat een bankje, maar waarvoor het ooit gemaakt is, is onduidelijk. Nou, de jeu de boelbanen zijn natuurlijk heel slecht. En uit de bewonerswensen blijkt dat er in ieder geval één jeu de boelbaan moet zijn. Maar ik zal maar zeggen, het meubilair is natuurlijk niet goed. Ik zal maar zeggen, en ja, er zitten hier heel vaak mensen te picknicken, maar ik zal maar zeggen, echte mogelijkheden om te picknicken heb je hier ook niet, snap je? Dus het park wordt wel gebruikt, maar het park helpt niet bij de dingen die de mensen er graag willen doen. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Het is gewoon verouderd. Het is oud en er moet opnieuw nagedacht worden over welke functies wil ik er nou in hebben en hoe kan ik dat dan realiseren. Nou, ik vind het een prachtig park. Het park zelf zou ik misschien wel een 9 of een 10 willen geven. Ik vind het echt een prachtig park. Als je kijkt naar het onderhoud, ja, wat mij betreft een 0 of een 1. Ik bedoel, het onkruid wordt niet weggehaald. Bomen worden niet bijgehouden, banken worden niet bijgehouden, meubilair wordt, nou, pardon, er wordt niks bijgehouden, er wordt helemaal niks aan onderhoud gedaan. Dus wat dat betreft vind ik het onderhoud op dit moment erg slecht, jammer. We gaan dus in die werkgroep met de gemeente gaan we dus kijken wat de wensen zijn en daar komen kostenplaatjes aan te hangen. Dat wordt bij elkaar opgeteld en uiteindelijk levert dat een bedrag op en dat gaat naar de wethouder toe. Maar de wethouder heeft inderdaad toegezegd dat hij bereid is om in 2017 geld te investeren in dit park. Om het weer een mooi, functioneel, zal maar zeggen, Koudekerkspark te maken, waar bewoners van Koudekerk gewoon met plezier lopen, waar we ook toeristen eventueel langskomen en kunnen genieten van de omgeving, van het Groene Hart, etc. Wat ik heel fijn vind is, kijk, het is natuurlijk toch een park voor de bewoners. Dus iedereen die een mening heeft of die iets kwijt wil, laat die in de godsnaam bij mij kwijtraken. Want hoe meer mensen wensen uiten, ik zal maar zeggen, hoe ingewikkelder het uiteraard voor ons wordt, maar hoe beter we het park bij de functionaliteit kunnen brengen. Dus mensen, alsjeblieft, praat niet op Facebook, maar meld gewoon je wensen bij mij. Ik heb net een e-mailadres opgegeven, ik zal het nog een keer doen, lfrsimons@planet.nl. De wensen worden allemaal meegenomen, we gaan ze allemaal inventariseren. En er komt nog een bewonersavond, er kunnen we terugkoppeling geven over wat we gedaan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, geef je mening en laat het weer een mooi park voor Koudekerk worden.